Beste mensen allemaal, van harte welkom bij deze Transition Talks. De derde in de reeks. Ik sta hier samen met Aniek. Aniek, welkom weer. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We staan in het Paard in Den Haag. Yes. Wat betekent dat voor jou? Ben je hier wel eens geweest? Nou ja, ik heb mijn studie gedaan in Den Haag. Dus ik ken deze zaal vooral in het donker. Maar ik ben hier wel een paar keer heb ik daar aan de bar gestaan, ja. Mooi, ik ben hier nog nooit geweest. Maar ik heb wel gehoord dat en U2, Prince, Mick Jagger en Pearl Jam hier hebben opgetreden op dit podium. Ja. En nu staan wij hier. Nou, en wij staan er ook voor iets heel erg belangrijks natuurlijk. Want we gaan vandaag inspiratie opdoen voor de toekomst met de toekomst. Mooi. We hebben een vol programma. Laten we gaan zitten. Ja. Ja. Ja, allemaal van harte welkom. Bij deze, zoals gezegd, derde Transition Talks. We hebben een heel vol programma, dat hebben we ook al gezegd. Het is fijn dat hier, het is een beetje donker voor me, maar dat hier in de zaal toch iets van 50, 60 mensen zitten. Allemaal zeer verantwoord op afstand, QR-code getest, enzovoort, enzovoort. Dus corona-proof. Maar allemaal heel erg fijn dat jullie hier zijn. En misschien voor de mensen die meekijken op het scherm, kunnen jullie ook even laten horen dat je er bent. Dus even. Heel goed. Ik vond dat wat gematigd. Mag ietsje harder. Nog één keer. Goed zo. En ook thuis of op het werk, maar dat niet zoveel, denk ik. Maar in ieder geval achter het scherm ook iedereen van harte welkom. Fijn dat jullie ook meekijken. En zoals gebruikelijk kunnen jullie ook weer gebruik maken van de chatfunctie. Dus als jullie willen meepraten, heel erg graag. Als jullie vragen hebben, opmerkingen of wat dan ook, heel erg graag. En ja, doe dat vooral. Zeker. Inspiratie voor de toekomst, Aniek. Jij zei het al, dat is het thema. Voordat we met alle gasten verder gaan praten. En we hebben veel gasten. We gaan gesprekken voeren, we hebben een gesproken column, we hebben muziek. Heel fijn allemaal. Ook leuk om een keer te hebben, inderdaad. Ja, ja, toch? Voordat we dat daaraan toekomen, eerst even over jou. Want jij bent een paar weken geleden naar de COP geweest, de COP, ja. 26. Mm-hmm. Hoe was dat voor je? Wat heb je daar gedaan? Ja, wij met de Jonge Klimaatbeweging zijn we naar de COP geweest. Eigenlijk met het doel om, nou ja, daar de onderhandelingen zodanig proberen te beïnvloeden dat we op deze COP niet dat 1,5 graad doel zouden loslaten en in plaats van naar de 2 graden zouden gaan. Nou, dat is gelukt. Maar het is ook een beetje teleurstellend, want we hebben voor mijn gevoel ook niks tot vrij weinig gedaan om dat 1,5 graad doel, om daar dichterbij te komen. Dus het was heel erg bijzonder om daar een keer bij te zijn, maar ook wel heel heftig. Want je draait ontzettend lange dagen en je hebt als het ware teleurstelling na teleurstelling na teleurstelling waar je tegenaan loopt. Ik was stiekem ook wel weer blij toen ik naar huis mocht. Ja, en wat is het mooiste wat je daar gedaan hebt? Nou, een van de leuke dingen in ieder geval wel, of bijzondere dingen, was dat we een diner hebben gehad met de demissionair minister-president, dus Mark Rutte. Maar onder andere ook Sander Gaastra was daarbij, is directeur-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. En Jaime de Bourbon de Parme, de nieuwe klimaatgezant. Dus dat was een heel bijzonder gesprek van ongeveer 1,5 uur... waar wij echt als jongeren uit Nederland, maar ook uit het buitenland, onze zorgen hebben kunnen delen over wat er speelt op de COP en wat wij vinden dat er meer mag gebeuren. En ik denk dat zeker een paar mensen echt wel goed naar ons hebben geluisterd. Ja, wat heb je tegen ze gezegd? Nou ja, dat we eigenlijk toen, wat we heel erg duidelijk hebben gemaakt, is je moet, als je echt jongeren een leefbare wereld gunt, een leefbare toekomst gunt, dan hou je vast aan die 1,5 graad. En dan doe je echt alles wat mogelijk is om daar ook echt te komen. Niet alleen in Nederland, want we zijn natuurlijk ook met de regeerakkoord bezig op het moment, maar ook op internationaal niveau zorg je er dan voor dat die onderhandelingen die kant op gaan. Ja. En heb je ook het idee dat je concreet een bijdrage hebt kunnen leveren daar? Ja, altijd lastig natuurlijk wat je concreet zelf erbij kunnen dragen. Maar wat voor ons wel heel bijzonder was, is dat de dag voordat wij eigenlijk dat diner hadden, riep onze demissionair premier op tot actie, actie, actie. Nou, de dag daarna werd er aangekondigd dat we als Nederland eigenlijk een samenwerking niet zouden ondertekenen om in het buitenland te stoppen met investeringen in fossiele projecten. Nou, dat vonden wij dan zo tegenstrijdig en eigenlijk onacceptabel dat we een petitie zijn gestart samen met de Goede Zaak.
En binnen 3 dagen hebben we 10.000 handtekeningen verzameld van bezorgde burgers. En ik denk in ieder geval, ik hoop dat wij ook daarmee hebben kunnen bijdragen aan het feit dat, ik denk, 1 of 4, 5 later het kabinet gedraaid is en dat toch heeft ondertekend. Mooi. Ja. Mooi resultaat. Ja, zeker. Ja. Ja, was wel bijzonder en fijn ook om een keer met iets heel concreets bezig zijn op zo'n kop en zo'n conferentie waar ontzettend veel dingen gebeuren. Snap ik. Goed om te horen, Aniek, maar je hebt ook een vlog gemaakt. Ja? Daar. Laten we daar even naar gaan kijken. It's great that a couple of times a year we go onto the streets, but it needs to go further than that. We have great ideas about what we want from our future. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag 4 november en dat betekent dat het Youth Day is op de kop. Vandaag staat dus de hele dag in het teken van jongeren en jongerenparticipatie. En zorgen wij ervoor vanuit de Jonge Klimaatbeweging dat we niet alleen maar over jongeren praten, maar ook met jongeren. Us as young individuals, activists, driving ambition in our realities. Hoi allemaal, we zijn inmiddels aan het wandelen in de klimaatmars in Glasgow. En we staan op het moment stil, want er staan echt veel te veel mensen volgens mij in deze mars. Er wordt gezegd dat er een paar tienduizenden mensen meelopen. Dus het schiet niet helemaal op, maar de energie zit er goed in. En mensen hebben echt mooie borden meegenomen en een mooie boodschap. Te zien, Aniek, volgend jaar november COP27 ja. In Egypte. Ben je daar ook weer bij? Ik hoop het wel. Ik moet even een manier vinden om daar te komen met de boot of ander vervoer, denk ik. Maar dat komt wel goed. En ik denk dat het extreem belangrijk is dat daar ook weer jongeren bij zijn. Zeker omdat we natuurlijk verwachten dat de beslissingen die zijn doorgeschoven dit keer daar wel echt worden aangepakt. En dat zijn er nogal wat. Behoorlijk, ja. Ja, mooi. Fijn dat je er bent vandaag. Wie er ook had willen zijn, dat is de gast van ons volgende onderdeel. Maar voordat we daaraan komen, gaan we dat even introduceren. Onze rubriek In het Nieuws. En dat doen we altijd met vaste gast Ed Nijpels. De voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Ed die had hier heel graag willen zijn. Sterker nog, hij heeft hier ontzettend veel tijd doorgebracht, vertelde hij me, in zijn jeugd. Maar hij kon niet. Hij heeft een afspraak vanmiddag op het ministerie. Toch willen we dit niet zonder hem doen. Dus we hebben gistermiddag een filmpje met hem opgenomen. Wat we altijd met hem bespreken is de actualiteit. En de eerste vraag ging over de KEF. De KEF, wat Ed gaat vertellen, die in oktober, dus vorige maand, is verschenen. Ja, misschien is het goed om ons even uit te leggen wat de KEF eigenlijk precies is. Ja. De KEF staat voor Klimaat- en Energieverkenning. En eigenlijk is dat het jaarlijkse rapport wat wij krijgen over de voortgang van de aanpak van het klimaatakkoord. Dus het is gewoon eigenlijk een jaarlijkse beoordeling van hoe ver staat het erbij. Dat betekent dat het voor ons altijd weer spannend, hè? Want het gaat bijna nooit snel genoeg. Vorig jaar zei die KEF, we zitten tussen de 30% en 40%. 34. Van de 49% die we moeten halen. En nu zegt de KEF, we zitten tussen de 38% en 48%. Op zich is dat de vooruitgang, maar de realiteit leert dat er altijd tegenvallers zijn. En daarom hebben we ook gezegd, dit is niet genoeg, want het is ook nog ineens zeker. Dus moeten we zorgen dat er een extra pakket van maatregelen komt om te zorgen dat we die afspraak die wij met elkaar hebben gemaakt in dat klimaatakkoord, namelijk 49% reductie van CO2 in 2030, dat we die zeker halen. Dus dat is eigenlijk de eerste opdracht waar het huidige kabinet al voor staat, maar ook een nieuw kabinet. Nou, het gaat op, ik citeer me even de KEF. Het gaat bijvoorbeeld goed in de industrie, omdat we daar een extra heffing, een extra CO2-heffing hebben bedacht. En die heffing die werkt eigenlijk heel mooi, want als je te ver bent van de doelstelling, dan gaat die heffing omhoog. Kortom, er zit een soort automatisme in, waardoor je zeker weet dat je het gaat halen. Maar bijvoorbeeld op het terrein van gebouwde omgeving zijn er tegenvallers. Daar blijken de maatregelen dikwijls toch veel meer tijd te nemen. En soms ook ingewikkelder te zijn. Je moet met heel veel mensen overleg plegen. En dat maakt het dus lastig. Overigens, ook al is het lastig, en dat wisten we eigenlijk van tevoren, dan ontslaat dat de tafel, de betrokkenen, niet van de plicht om toch ermee aan de slag te gaan. Dus het is niet zo
dat je bij mij aan kunt komen van een van die vijf tafels met de boodschap. Ja, Ed, het lukt allemaal niet. Want dan stuur ik ze weer terug. Dan zeg ik, ja, ingewikkeld, prima. Maar je hebt de opdracht aanvaard. Dus Tom Poes verzin een list. Ja, over gebouwde omgeving gesproken. Ik begreep dat het doel was om in 2030 anderhalf miljoen huizen te verduurzamen. Dat worden er, hoorde ik, maar 500.000 of 600.000. Dus dat gat is wel enorm groot. Ja, maar ik wil ook niet zeggen, we gaan natuurlijk uit van het gas af. Iedereen heeft dat ook een beetje uitgedacht. We moeten volgend jaar, voor 2030, al van het gas af. Nee, we hebben de tijd tot 2050. Kortom, we hebben 30 jaar de tijd om Nederland van het gas af te helpen. Als daar tussentijds problemen zijn, dan zijn er bijvoorbeeld andere oplossingen, zoals warmtepompen. Die warmtepompen, daar praten we nu nog over de oude generatie, maar die vernieuwen heel snel. Warmtepompen moet je eigenlijk ook combineren met bijvoorbeeld vloerverwarming. Er is vorige week Vattenfall een pomp op de markt gekomen, want die gaat op de markt komen, die ook hoge temperatuur geeft. Dus ook daar zie je allerlei ontwikkelingen. En er zijn ook hele mooie dingen in die gebouwde omgeving waar het wel goed gaat. Neem bijvoorbeeld het aantal huizen met zonnepanelen. We hebben op dit moment meer dan 1,5 miljoen huizen met zonnepanelen. Nou, dat, als je dat een paar jaar geleden had verteld, dan had iedereen je voor gek versleten. Dus je ziet dat we ook op terreinen waar het lastig en ingewikkeld is, dan maken we wel vooruitgang. Dan even over de formatie. We spreken elkaar nu voor de derde keer in deze setting. De eerste keer ging het over de formatie die toen net op gang was. De tweede keer ging het erover die toen al een stukje verder op gang was. Maar nu is er nog steeds geen kabinet. Gaan we over een paar jaar met z'n allen bedenken dat 2021 wat dat betreft echt een weggegooid jaar is geweest? Dat is natuurlijk zo, in politiek opzicht. Je mag hopen dat we nu voor Kerstmis een kabinet krijgen. Maar we hebben natuurlijk eindeloos veel tijd verloren met allerlei politiek gedoe. Als ik me even beperk nu tot het klimaatakkoord. Er moesten een aantal maatregelen worden getroffen. Gelukkig heeft deze staatssecretaris wel tussentijds toch tegen een paar dingen ja gezegd. Dat vind ik heel goed. Maar echt voor de grote beslissingen, neem bijvoorbeeld stikstof. Daarvoor heb je of allerlei maatregelen op het terrein van de gebouwde omgeving. Daarvoor heb je echt een missionair kabinet nodig. Dus ja, iedere dag, ik heb al eens een keer gezegd, het klimaatbeleid is niet demissionair. Daar moet je eigenlijk, hadden we daar onmiddellijk na de verkiezingen mee moeten beginnen. Dus wat dat betreft is het om deze reden, maar om een heleboel andere reden, goed als er snel een kabinet komt met een natuurlijk wel een stevig programma op het terrein van het klimaatbeleid. Als er in het regeerakkoord staat, wat er laatst is uitgelekt, in dat beroemde stuk wat onze goede vriend Segers in de trein had laten liggen. Mm. Daar stond een prachtige paragraaf in over het klimaatbeleid. Als dat de basis is voor het klimaatbeleid van een nieuw kabinet, dan heeft de nieuwe minister in ieder geval een behoorlijk steuntje in de rug. Oké, mooi. We hebben in deze uitzending net gekeken naar Aniek Mone. Die is bij de COP geweest in Schotland een paar weken geleden. Zij pleit er onder andere voor dat jongeren eigenlijk veel meer en steviger moeten meepraten dan tot op heden het geval is. Vraag aan jou is eigenlijk van wat kan de wat oudere generatie eigenlijk leren van de jongere generatie en andersom? Nou, heel veel natuurlijk. De jonge generatie is onbevangen. En de jonge generatie hoeft ook niet iedere keer na te denken, is onze oplossing wel haalbaar of niet? Die kunnen gewoon ergens voor gaan. En gelukkig speelt in Nederland de jonge klimaatbeweging speelt ook op allerlei fronten een rol, nationaal. Ze hebben meegediscussieerd, de jongeren, met de totstandkoming van het klimaatakkoord. Ze hebben gewoon uiteindelijk niet mee ondertekend. Waarom niet? Niet omdat ze ontevreden waren, maar ze vonden dat het niet ver genoeg ging. Ze hebben niet meegetekend. Maar jongeren praten bijvoorbeeld ook voorop mee in de regionale energiestrategie, de RESSE. Daar worden ze ook betrokken. En ja, op een aantal andere fronten zie ik ook dat overal jongeren participeren. En dat is ook zoals het hoort, overigens niet alleen op het klimaatterrein, maar ook op andere terreinen. En het is ook van belang dat als deze jongeren weer oud zijn en ze misschien een beetje niet meer zo alert zijn, dat ze dan weer worden opgevolgd door weer een nieuwe generatie die ons achter de broek zit.
Ga nog heel even terug tot slot naar dat stuk van Segers, wat hij in de trein had laten liggen. Wat stond daar precies over? Nou, daar stond een aantal heel aardige dingen. Onder andere zei Segers, of in dat stuk van Segers, Segers zei het dus niet, maar ja. CDA en VVD hebben dat dus samen opgesteld. En die hebben daar dus met elkaar over onderhandeld. Niet met andere partijen. Dus dat moet je even goed in de gaten houden. Ze hebben geen concessies hoeven te doen aan een linkse wolk of aan de 66. Nee, ze hebben het met elkaar uitgesproken. Als je kijkt naar het stuk van Segers wat in de trein is gevonden. Hè, daar stond in het klimaathoofdstuk 55% reductie CO2 in 2030. Mm-hmm. In dat stuk van Segers. Als die passage wordt overgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Dan geeft men gehoor aan dat er meer dan 100 partijen die betrokken zijn bij het klimaatakkoord hebben gevraagd aan het kabinet. Maar dan met die 55% die dan in het regeerakkoord staat, staan we nog maar steeds op de 7e plaats. Dus als we op weg willen naar een van die 3 medailles in de top 3, dan heeft Rutte ook met die 55%, zelfs met die 55% heeft hij dan nog een heleboel werk te doen. Maar met die 55% volgen we eigenlijk gewoon Brussel, of niet? Nee, want die 55%, als je die Brusselse 55%, als je die vertaalt naar een land, dan is dat voor ieder land is dat een ander percentage. Voor Nederland betekent dat 52%. 55% voor Frankrijk betekent weer iets anders. Dus 55% is dus de Brusselse algemene norm. 52% is het resultaat daarvan. En wat wij willen is dat we daar iets bovenop doen en dat we zeggen, we gaan dus ook voor 55% nationaal. Dus 55% Europa is precies hetzelfde als 55% nationaal. En jij zegt ook vanuit jouw rol en jouw functie, 55% is uitstekend om die in dat volgende regeerakkoord te zetten, want dat is realistisch en haalbaar. Jazeker, de partijen die betrokken zijn met het klimaatakkoord, en ja, lees de kranten er maar op na. Dag in dag uit zijn er weer allerlei nieuwe plannen op het terrein van duurzame energie. Ja, hij gaat wat abrupt afbreken, Ed Nijpels. Maar mooie woorden. Volgende keer is hij er weer bij, heeft hij ons al toegezegd. De volgende keer is 18 januari, wanneer we ons energieontbijt hebben. Zet hem vast in uw agenda. Aniek, herken jij je in de woorden van Ed Nijpels? Hij noemt jou onbevangen, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik denk dat er het voordeel is aan de jonge generatie dat ze nog niet vastzitten in bepaalde denkwijzen. En ik denk dat als ik kijk naar sommige wat oudere collega's, dat ze soms kunnen blijven hangen in details. En daar hebben jongeren inderdaad, denk ik, iets minder last van. Dus ik denk als je aan de ene kant de onbevangenen hebt en aan de andere kant degene die misschien soms iets te erg in de details blijven hangen. Nou, dan kom je samen misschien tot een mooi compromis. Maar ik ben blij dat hij in ieder geval erkent dat jongeren graag mee zouden moeten praten. Maar bijvoorbeeld over de formatie, ja, ik denk dat we zo ontzettend blij zijn dat we in plaats van 52 naar 55% gaan. Ergens snap ik het, maar tegelijkertijd denk ik, het gaat toch over 3%. Als 55% zo makkelijk zou kunnen volgens de heer Nijpels, waarom doen we dan niet 60? Ja. Laten we echt die politie achter de broek blijven zitten om het allermaximaalste te doen. Alleen zo gaan we die leefbare toekomst waar ik het eerder had garanderen. Ja, we gaan daar straks over verder praten. Helemaal goed. We gaan eerst luisteren naar jouw voorganger eigenlijk. Mm-hmm. Jouw voorganger als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. En zoals hij zelf zegt, is hij toekomstmaker. Aanjager van systeemverandering. Hij is een constructieve rebel. Specialist in klimaat. Generatiegerechtigheid. Sociale innovatie en brede welvaart in 2100. Dat is wat hij zelf zegt. Dat was net een tweet volgens mij, Werner, of niet? En ook, ik ben nog niet klaar. En ook is hij voormalig nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw. Hij is auteur van de Duurzame Troonrede. Volgend jaar staat hij in het theater, maar nu is hij vast bij ons, Werner Schouten. Ja, succes. Dankjewel. Ja, zelden zo'n langdurige introductie gehad, maar dank daarvoor. Goedemiddag, lotgenoten. Welkom in het Klimaatcasino. Vandaag gaan we gokken met de toekomst. Mijn naam is Werner Schouten en ik ben uw croupier van de middag.
Want gokken met de toekomst is wat we nu aan het doen zijn. De energietransitie is namelijk gestoeld op de grote gok dat technologie de wereld gaat redden. Dat konden we maar al te goed terugzien bij de COP26, waar technologie hoogtij vierde. De projecties en scenario's waarin CCS, BECCS en waterstof werden voorgedragen als panacee, als duizend dingen doekje van de energietransitie, vlogen in het rond. Aan het feit dat er praktisch niet genoeg tijd is om deze technologieën op te schalen, werd geen woord besteed. Op het alternatief, namelijk het aanpassen van de levensstandaard in westerse landen, berust een zwijgplicht. Het inzetten op een transitie van materiële welvaart naar wel op welzijn gerichte innovaties was niet bespreekbaar. Ook Nederland gokt lekker mee in het klimaatcasino. De Nederlandse aanpak voor de energietransitie is als de duurzaamheidsstrategie van IKEA. Ze blazen hoog van de toren over hoeveel CO2 ze wel niet gaan reduceren. Maar aan het eind van de dag is hun bottomline nog steeds om zoveel mogelijk Billies, Tarva's en Björns de wereld in te slingeren. In de Nederlandse energietransitie is de bottomline nog steeds tomeloze productie en consumptie. Afbouw komt nauwelijks voort in het woordenboek van de energietransitie. In plaats daarvan proberen we met het klimaatakkoord in allerijl de uitstoot van alle fabrieken, sectoren en industrieën te halveren tot aan 2030. Zonder ons af te vragen of een sector er überhaupt zou moeten zijn in een klimaatneutrale wereld. Van de swapfiets die binnen een maand kapot gaat, tot de miljoenen kostende superjachten van Damon Shipyards. En van de prularia van de Action tot het mijnen naar bitcoins. Alles mieteren we gewoon in een duurzamer jasje. Een beter klimaat begint bij de engineer. De engineer is verworden tot de held van de energietransitie, die in alles naastig op zoek gaat naar een technische oplossing. Niks geen leefstijlverandering. We innoveren onszelf een weg uit de energietransitie. Zoals een timmerman overal spijkers in ziet, zo ziet de engineer overal een technische oplossing voor. Tot tevredenheid van zowel de consument als de politiek, die zo geen steek hoeven te veranderen. Engineer blij, politiek blij, consument blij. Maar toch, de burger op het hart drukken dat hij of zij de huidige levensstijl rustig kan voortzetten, is toch een beetje als een dokter die een alcoholist adviseert dat hij nog rustig door kan blijven drinken omdat de overheid een levenreparatietechnologie aan het ontwikkelen is. De onhoudbaarheid van dit techno-optimisme wordt echter wijselijk onder het tapijt geschoven. Het feit dat het wereldwijd vervangen van kerosine door biokerosine een voedselproductie vereist die 3 keer zo groot is als de huidige voedselproductie, houden we stil. Waarschuwingen van het PBL, Laura van Geest en het IPCC dat zonder gedragsverandering geen enkel klimaatneutraal scenario rondrekent, schuiven zonder blikken of blozen aan de kant. Om nog maar te zwijgen over de grondstoffenschaarste en de teruggang van biodiversiteit die gepaard gaan met het techno-optimisme. De jongeren zijn uiteindelijk het kind van de rekening. Allereerst omdat we gokken met hun geld, of beter gezegd, hun toekomst. Momenteel leven voor een prikkie en daarvan krijgen jongeren straks het tikkie. Maar wat erger is dat we de potentie van verandering bij jongeren onbenut laten. Jonge generaties staan van nature met hun nog vloeibare waardepatroon wijd open voor verandering. Maar met de techno-optimistische aanpak voeden we ook de jongeren op in het klimaatcasino. Het klimaatcasino waarin ze in de illusie gaan geloven dat ze zich een weg naar een duurzame wereld kunnen kopen. Zo brengen we jongeren in de ultieme klimaatspagaat. Terwijl ze in artikels en nieuwsitems worden gewaarschuwd voor de desastreuze gevolgen van al het vliegen, kopen en eten, worden ze tegelijkertijd zo'n 8000 keer per dag via advertenties op elke straathoek en op elke website opgeroepen om juist meer te eten, te kopen en te vliegen. En ik weet niet of u ervaring heeft met het aanleren van nieuwe dingen aan uw kroost, maar probeer eens 8000 keer op een dag te zeggen dat ze hun handen moeten wassen voor het eten. Nou, dan bent u er wel hoor. Niet zo gek dus dat die jongeren moeite hebben om die duurzame idealen te vertalen in duurzaam gedrag. Zo vallen zowel de jonge zoomers als de oude boomers ten prooi aan de vervuilende verleidingen van de fast fashion, fast furniture, fast food en fast tech.
Willen we echt naar een klimaatneutrale wereld, dan moeten we ons geld in het klimaatcasino niet alleen zetten op technologische innovaties, maar ook een deel van onze fiches inzetten op sociale innovatie, gedragsverandering en het herdefiniëren van wat vooruitgang voor ons betekent. Niet eindeloos veel spullen de wereld inslingeren, maar innovaties ontwikkelen die werkelijk bijdragen aan brede welvaart. En wie weet wordt dan de psycholoog, de socioloog of de antropoloog wel de nieuwe held van de energietransitie. Mooi, Werner. Kom erbij aan tafel. We gaan erover verder praten. Met elkaar. Met Aniek ook vooral. Ja. Daar wacht ik er. Een goed gesprek heet dat. En dit goede gesprek gaat over, en jij stipt al heel veel aan in 6 minuten, waar we heel veel mee kunnen. Maar we gaan het hebben over jongeren. Dat behoeft enige uitleg. We hebben afgelopen weken een onderzoek gehouden samen met het onderzoeksbureau Motivation naar hoe jongeren in de klimaatdiscussie staan. Of ze zich zorgen maken. Als ze zich zorgen maken, wat ze zelf bereid zijn om eraan te doen. Enzovoort. En daar zijn mooie, opvallende resultaten uit naar voren gekomen. Voordat we daarover gaan praten. En ik heb ook nog wat vragen over hetgeen jij net hebt verteld. Dus heel goed. Dan gaan we even kijken naar een korte samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek. Ja, dat was een onderzoek in ongeveer een minuut voorbijgekomen. Dus ik kan me voorstellen dat voor de kijker dat ook wat snel gaat. Wees gerust, vanaf morgen is het onderzoek op de website van de EBN te vinden. En ook vanavond wordt er aandacht aan besteed op de website van Energeia. En morgen, als het goed is, in de krant, de Telegraaf. Dus daar kunnen jullie het ook allemaal nog eens teruglezen en vinden. Ik ga met Aniek en met Werner eens even wat dieper op dat onderzoek in. Jij als croupier, Werner, zoals je het net benoemde. Heb je ooit in een casino gewerkt of nee. Niet? Nee. Okay. Dus die beeldspraak die kwam er toevallig tot stand. Ja, zeker. Ja. Zou ik het kunnen doen? Of? Ik denk dat jij dat best wel zou kunnen doen. Je bent redelijk stoïcijns, denk ik. Ja, wie weet, als het nog mijn klimaatcarrière mislukt, heb ik nog een fallback option. Ja, ja. Jullie hebben allebei van tevoren de resultaten van het onderzoek ingezien. Werner, eerst aan jou de vraag. Wat valt jou op als je even in zijn algemeenheid daarnaar kijkt?
Nou ja, je ziet natuurlijk dat jongeren bezorgd zijn over de toekomst. Nou, dat is niet nieuw, denk ik. Ik denk dat dat bestaat. Ik vind het wel interessant, er werd gevraagd van... joh, wil je nou een klimaatminister die onder de 35 is? En dan heel veel mensen, een meerderheid, wilden dat wel. En ik vind dat zo bijzonder dat we sowieso creatief worden... over wat we dan moeten doen om die stem van jongeren plek te geven. Of nou meepraten is aan het klimaatakkoord en dergelijke. Want is het niet veel logischer om in plaats van dat we iets ernaast willen zetten... dat we iets gewoon... in de Haagse processen zetten. En daar, we hebben eerder, ik ben samen met Aniek altijd gewerkt aan een generatietoets, dat je dat gewoon erin stopt. Dat is veel logischer. Dat hebben we eigenlijk ook geprobeerd in de jaren 90. Het Centraal Planbureau heeft toen generational accounting gedaan. Mm-hmm. Maar die uitkomsten waren niet zo florisant voor het huidige electoraat. Dus dat is weer uitgebonjourd. Maar dat is juist wat we nodig hebben. Ja. Dus dat, nou, ik vond die creativiteit wel interessant. Ik dacht van, nou, laten we gewoon een generatietoets invoeren. Ik denk dat daar heel veel jongeren... positief over zijn. Ja, want die generatietoets, dat is dus een toets op beleid die je kunt uitvoeren om te kijken wat nou echt de lange termijn effecten zijn van een stuk beleid. Dus heb je het even over het aanleggen van een nieuwe snelweg? Tuurlijk kijken we dan wat voor effect dat heeft op files en zo. Maar waarom kijken we niet ook wat op 50 of 100 jaar na het aanleggen van die snelweg het effect is op het ecosysteem waarin die snelweg ligt? Mm-hmm. Dat is maar een voorbeeld. Dus ja, ik zeg maar altijd zo, jongerenparticipatie is ontzettend belangrijk inderdaad dat je ze mee laat praten. Maar denk eens überhaupt na over de beslissingen die je maakt en of die voldoen aan hetgene wat jongeren willen. En dat, daar hoeft er niet per se een klimaatminister van onder de 35 voor te zijn. Maar dat kun je ook zijn als klimaatminister van 55 dat of 65. Dat zou ik ook kunnen zijn. Precies. Ja. Ja. En jij kunt net zo goed als jongeren die idealen meenemen, de belangen van jongeren mee laten tellen in jouw beslissingen. Dus daar hoef je echt niet per se voor onder de 35 te zijn om dat te kunnen. Dat zal politiek of identiteitspolitiek. Maar... Ja. Toch zei ongeveer 40% van de ondervraagden zei dat. Hè? Mm-hmm. De minister onder de 50, ik snap dat ook wel eigenlijk. Ja. Wat viel jou met name op in het onderzoek, Aniek? Nou ja... Ja, er viel niet zo heel veel op. Omdat inderdaad heel veel van de dingen die erin staan... we eigenlijk natuurlijk al lang weten. Jongeren maken zich gewoon ontzettend zorgen over de klimaatverandering... over de klimaatcrisis. En willen heel graag iets doen, maar weten gewoon niet zo goed wat. En dan krijg je inderdaad wat jij ook eigenlijk zei net in je verhaal. Van je krijgt van alles naar je hoofd gesmeten. Van koop een bamboe tandenborstel en zet je verwarming eens lager. Maar jongeren willen echt heel graag bijdragen aan verandering. En meedenken over de uitvoering. Maar krijgen die kans gewoon niet. En dat mm-hmm. blijkt natuurlijk weer uit de statistiek. Dat mensen zich wanhopig voelen. Maar ook... Wat was het woord dat ze noemden? Machteloos. Machteloos. Ja, ze voelen zich machteloos. En dat is natuurlijk heel erg als je... Nou ja, je weet dat je toekomst op het spel staat, maar toch kun je niks. Mm-hmm. En ik denk dat dat misschien wel degene is wat we hier het meest uit moeten halen... en waar we ook een oplossing voor moeten vinden. Nou, wat ook wel bijzonder was inderdaad, daarop volgend eigenlijk... dat de kennis eigenlijk soms nog wel heel, heel smal is. De vraag was van, wat verwacht je dat gaat gebeuren als de aarde 2 graden gaat opwarmen? Nou, ja. 9% dacht, dat gaat überhaupt niet gebeuren. Nou... Mm-hmm. optimistische toekomstvisie. En 30% dacht, dat verandert niet zoveel. Dat je denkt van ja, volgens mij hebben we nog echt een wereld te winnen... qua bewustwording, ook in die generatie. Ja. En weten we dus een hele grote groep nog niet fatsoenlijk te bereiken. Nee, dat heeft inderdaad denk ik ook met kennis te maken. En je ziet ook een groot verschil tussen mensen die theoretisch zijn opgeleid... en mensen die praktisch zijn opgeleid. Dat komt ook in dat onderzoek naar voren. En het opvallendste resultaat is denk ik toch wel... dat 80% van de jongeren, dus van mensen van 18 tot 35... zich in meer of mindere mate zorgen maakt. Dat is toch wel een opvallende uitkomst. En we hebben dat ook, de vraag die ik aan jullie stelde... hebben we ook voorgelegd aan Gerdien de Vries. Die is verbonden als psycholoog aan de Technische Universiteit van Delft. En ik vroeg haar ook van Gerdien, wat viel jou op in dit onderzoek? Nou, het viel me eigenlijk wel op dat... dit was natuurlijk een onderzoek typisch op jongeren gericht... en wat jongeren vinden. Maar dat het wel in lijn is met wat we ook uit andere onderzoeken weten... van een wat grotere doelgroep. En dat we dus eigenlijk ook zien wat jongeren nu ook zeggen... dat dingen die ze aan het hart gaat, die dichtbij zijn... die relevant voor ze zijn, dat ze dat belangrijk vinden... en dat ze daar wat mee kunnen doen. Dus als het gaat over financieringsmiddelen of over Rusland... dat is dan weer een beetje ver van mijn bedshow. Maar dingen die dichtbij zijn, dat ze dat belangrijk vinden. Ja. Uit het onderzoek komt dat 80% van de jongeren zich in meer of mindere mate toch wel ernstige zorgen maken over de klimaattoekomst. Herken je dat?
Ja, ik doe niet specifiek onderzoek naar jongeren. En ik kan me niet echt baseren op ander onderzoek. Maar ik werk natuurlijk wel heel veel met jongeren. En ik denk wel dat we ook zien bij onze studenten dat die het heel belangrijk vinden. En daar ook erg in mee bezig zijn. En dus ook bijvoorbeeld kiezen voor vakken en ook voor masterprojecten die te maken hebben met duurzaamheid. Dus in dat opzicht ja, kan ik dat zeker herkennen. Ja. Een andere uitkomst is dat jongeren die iets hoger zijn opgeleid, of zeg maar theoretischer zijn opgeleid, dat die zich misschien iets meer zorgen maken, maar dat ze ook bereid zijn om er meer aan te doen. Als je dat zo terugziet en hoort, hoe zou je dat duiden? Ja, ik kan me voorstellen dat in bepaalde opleidingen er meer aandacht wordt geschonken aan klimaatverandering en aan energietransitie. En ik kan me ook voorstellen dat misschien er jongeren zijn die een bepaalde opleiding doen, ook misschien meer nieuwsartikelen lezen over dit onderwerp. Tegenwoordig met social media kan je natuurlijk je eigen informatiebubbel zo'n beetje creëren. En dat wordt ook deels voor je gedaan door allerlei algoritmes. Dus het zou kunnen zijn dat daardoor ook komt dat die kennis hoger is en misschien dus ook de urgentie meer gevoeld wordt om zelf iets eraan te gaan doen. Hoe zie jij dat, Werner, als je dit zo hoort? Herken je dat? In zekere mate wel, maar ik denk wel dat de gap tussen duurzaam denken en duurzaam doen nog echt wel heel groot is. Heel veel jongeren geven aan dat ze het klimaat belangrijk vinden. Maar of ze er dan echt dat ook in hun handelen gaan doen, er zijn heel veel INO-rapporten die laten zien dat dat eigenlijk helemaal nog niet zo heel goed articuleert. Dat is ook wel logisch, wat ik ook noemde in mijn column. Je hoort gewoon 8000 keer per dag, dat is het gemiddeld aantal advertenties dat een jongere voor zijn kiezer krijgt, opgeroepen om meer te consumeren en zo. Dat is gewoon de standaard. En we hebben dan misschien wel Greta Thunberg als influencer met 13 miljoen volgers op Instagram, maar er zijn veel meer influencers. En Kylie Jenner, misschien kennen we die niet, maar die heeft wel bijna 300 miljoen volgers. Die is gewoon 21 keer zo populair. De een vertikt het om te vliegen, de ander vertikt het om commercieel te vliegen en gaat liever met een privéjet. Zeg maar, dat is, er zijn heel veel andere influencers die ons nog steeds een beetje die consumptieve kant opduwen. Mm-hmm. Ja, als je je hebt het is niet echt een tweedeling, maar je hebt toch zeg maar mensen die wat hoger zijn opgeleid en meer bereid zijn om er iets aan te doen. En je hebt toch ook nog een vrij grote groep die wat achterblijft qua kennis en daardoor misschien ook tot actiebereidheid. Maar ze noemt daar iets heel belangrijks, hè? Want wat Gardien zegt. Wacht even, ik maak even een vraag aan jou, Aniet. Misschien kom je tot hetzelfde antwoord, hoor. Maar hoe kan je nou die groep, zeg maar, die tweede groep, hoe kunnen we die meekrijgen? Ja, nou, wat ik wilde zeggen, wat ze zegt iets heel treffends. Waar je misschien overheen luistert, maar wat ze zegt is, in bepaalde opleidingen wordt er meer aan duurzaamheid gedaan dan in andere opleidingen. En dat is ontzettend problematisch. Mm. Want we kunnen niet alleen maar op universiteiten lesgeven over duurzaamheid. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Maar het feit dat praktische opleidingen totaal niet over duurzaamheid gaan, of in ieder geval nog te weinig, is een heel erg groot probleem. Want je merkt het nu al in de energietransitie. We hebben gewoon een paar tienduizenden mensen te weinig om die energietransitie in elkaar te zetten. En dat komt volledig omdat we gewoon daar niet genoeg aandacht schenken in die opleidingen. En dus ook echt ervoor zorgen dat jongeren zijn voorbereid op de toekomst. Waar ze naartoe gaan. Dus dat is ten eerste problematisch, omdat je voor de energietransitie gewoon te weinig handjes hebt. Maar ook gewoon echt wel heel lullig voor de jongeren die jarenlang op school zitten te ploeteren, klaar zijn, diploma in hun hand hebben en niet aan een baan kunnen komen, omdat ze eigenlijk zijn voorbereid op een arbeidsmarkt die niet meer bestaat. Doen jullie daar als JKB ook wat aan, of niet? Nou, wat we zelf proberen te doen is, omdat we eigenlijk hebben gezien dat er weinig gesprekken over klimaat worden gevoerd op die praktische opleidingen, hebben gezegd, nou, dan gaan we zelf dat klimaatgesprek aan. Dus wat we doen is, we hebben de JKB on tour, dus de Jonge Klimaatbeweging on tour. We gaan langs mbo-scholen door heel Nederland om eigenlijk met leeftijdsgenoten in ons geval het gesprek aan te gaan van, hey, wat vind je nou zelf van klimaatverandering? Hoe raakt het jou als individu? En wat kun je zelf ook doen om je steentje bij te dragen? En het is heel bijzonder, omdat je eigenlijk merkt, ook bij die doelgroep, dat ze zich heel veel zorgen maken, maar dat ze zich inderdaad, dat het lastig is om nou precies een manier te vinden om je nou echt actief in te zetten tegen die klimaatcrisis. Ja. En hoe is dat voor jou, Werner? Zit jij in een bubbel, vind je zelf, of niet? Of heb jij veel contacten ook? Prik je daar doorheen?
Ik weet niet of je gewoon... Ik denk dat het heel logisch is dat je in een transitie altijd een groep van koplopers hebt die zich er veel mee bezig hebben. En dat je uiteindelijk de rest meetrekt die er meer bij betrokken gaan hebben. En ik denk, weet je, niet iedereen hoeft er zeg maar dag en nacht mee bezig te zijn. Op een gegeven moment worden dingen geïnstitutionaliseerd, dan komt het terug in regelgeving. Dan doet iedereen duurzaam zonder dat een deel misschien exact weet dat ze heel duurzaam bezig zijn. Dus ik ben niet heel bezorgd dat niet iedereen meekomt, want dat komt vanzelf wel. Maar het is wel belangrijk om die groep te vergroten. Ja, ja. Ook hier hebben we nog een reactie van Gerdien de Vries. Daar gaat het meer over, ook over rolmodellen. Daar gaat ze iets over zeggen. Nou, laten we er even naar luisteren. Hoe zouden we die andere groep ook wat meer betrokken kunnen krijgen en wat meer kunnen laten meedoen? Ik denk dat het belangrijk is dat het geldt voor iedereen, niet alleen voor jongeren, maar dat iets relevant voor je is. En dat het dus iets raakt van wat jij belangrijk vindt in je leven. Dus als je een bepaalde doelgroep wil bereiken die misschien uit zichzelf niet geïnteresseerd is in dit onderwerp, moet je het interessant voor ze maken en het relateren aan hun belevingswereld. En dan kun je ook denken aan van wat zijn dan de rolmodellen van deze groep? Wat voor informatie lezen deze mensen wel? En zou je daar dan iets mee kunnen doen? Dus, en dan niet alleen maar saaie informatie geven, maar ook zeggen van ja, dit is voor jou in jouw leven misschien relevant. Misschien vind jij een bepaald onderwerp belangrijk, voedsel of kleding. Of weet je, dat je het daar ook aan lieert. Dat het niet alleen maar gaat over windmolens op zee of over olie in de grond. Nee, maar precies. Iets dichter bij huis. Ja. Want zou je dan kunnen zeggen dat het voor deze groep nog niet urgent genoeg is? En dat de wereld niet morgen vergaat, maar misschien pas over 30 jaar bij wijze van spreken? Ja, of over maar dat, 100 jaar? Dat is sowieso. Ja. Dat is het moeilijk met klimaatverandering. Er is geen begin, er is geen eind, er is geen duidelijke verantwoordelijke, er is geen duidelijk slachtoffer. Het is iets wat moeilijk grijpbaar is. En daarom moet je het grijpbaar maken. En dat is natuurlijk voor elke doelgroep anders. En daarom is het ook qua communicatie of informatievoorziening of over hoe je mensen daarin kunt helpen heel belangrijk dat je weet met wie je praat. En werken bijvoorbeeld 1-op-1 gesprekken ook heel goed met als het gaat over klimaatverandering of kleine groepjes in plaats van massacommunicatie. Ja, dus grijpbaar maken en dichtbij brengen. Ja. Dat is eigenlijk de crux. Ja, en gemakkelijker maken. Dat is iets waar mijn eigen onderzoek ook vooral over gaat. Maar heel veel mensen vinden hun gedrag veranderen moeilijk. En ze verwachten dat daar veel gedoe bij komt kijken. Dus als je dat makkelijker voor ze maakt om dat nieuwe gedrag aan te leren en om duurzamer te worden, dan help je daar ook mee. Ja. Noem eens een voorbeeld hoe je het makkelijker kunt maken. Nou ja, door techniek kun je het al makkelijker maken. Thermostaten die je kunt instellen, eco-knoppen op machines. Dat helpt allemaal om het duurzame gedrag te vergemakkelijken. Ja. Ja. Makkelijker maken, geen gedoe, dichtbij brengen. Dat zijn dingen die ik heb meegekregen. Dat is mijn afdronk van dit gesprek. Ja. We kunnen hier denk ik nog uren over doorpraten. Ongetwijfeld. Maar het is altijd veel te kort. Maar ik wil je heel erg hartelijk danken voor nu, Werner. Dankjewel. We gaan elkaar ongetwijfeld weer snel zien. Dankjewel. We hebben dit onderzoek ook willen aanbieden aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Zij zou hier zijn, maar ze kon helaas niet, want ze had een afspraak met Ed Nijpels. En Ed Nijpels had een afspraak met haar. Dus die zijn nu met elkaar in gesprek. Toch is onze staatssecretaris zo vriendelijk geweest om zelf een filmpje op te nemen. Helaas kan ik er vandaag niet bij zijn. Maar ik ben ontzettend blij dat ik via een videoboodschap toch iets mee mag geven. Om te beginnen wil ik EBN van harte danken voor dit interessante onderzoek. Want als je het onderzoek doorbladert, het eerste wat je dan opvalt is dat jongeren aan de ene kant terecht aangeven zich zorgen te maken over klimaat, maar aan de andere kant meteen erbij aangeven dat ze actief willen worden, dat ze mee willen denken, dat ze aan tafel willen zitten. En daar ben ik ontzettend blij om. Want we hebben al die nieuwe ideeën en denkkracht juist van de jongeren knijterhard nodig. De klimaatuitdaging die we voor ons hebben is van ongekende grootte. En we hebben nog heel veel huiswerk ook met elkaar te doen. Maar ik wil ook niet voorbij gaan aan alles wat afgelopen tijd gedaan is. Want er gebeurt ook al heel veel. Als je naar bijvoorbeeld elektrisch vervoer kijkt in ons land, dan zie je dat steeds meer mensen een elektrische auto gaan kopen. Er is geen land ter wereld met dezelfde dichtheid aan laadinfrastructuur als ons land. Of zonnepanelen. Al meer dan 1,5 miljoen huishoudens hebben op dit moment zon op dak. En het worden er elke dag meer. Of bijvoorbeeld wind op zee. In ons land wordt het eerste park zonder subsidie gebouwd. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Dus er gebeurt al heel veel.
Maar zoals ik net zei, dat wil niet zeggen dat we niet nog heel veel huiswerk hebben. En daarvoor hebben we alle nieuwe ideeën, innovatie en denkkracht nodig, juist van jongeren. En ik weet dat de Transition Talks vandaag daar onder andere over gaan. Dus ik ben ontzettend benieuwd met wat voor ideeën jullie daaruit gaan komen. Wordt vervolgd wat mij betreft. Veel succes! Nou, dankjewel, zou ik zeggen. Goed, we gaan naar het volgende onderdeel. Voor het eerst in de Transition Talks hebben we muziek. Dat is heel mooi. En we hebben niemand minder dan Vrouwkje hier. Vrouwkje, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Dankjewel. Vrouwkje, ik moet eerlijk bekennen dat ik jou nog niet zo heel goed kende. Dat is niet erg. Is dat niet erg? Nee, nee. Maar ik schaam me er wel een beetje. Want mijn kinderen die kennen jou wel heel erg goed. Gelukkig heb ik ook heel hard gelobbyd dat je hier mag zitten. Dank je wel. En ik las, vrouwtje, dat je volgend jaar maart in een uitverkocht Paradiso gaat optreden. Dat klopt. Nu al uitverkocht, in de grote zaal, 1500 man. Ja. Wauw. En nu hier voor dit gezelschap. Helemaal niet minder waard, hoor. Fijn dat je er bent. Je gaat twee nummers voor ons spelen. Eentje nu en eentje verderop in het programma. En het eerste nummer, dat is zo ontzettend toepasselijk. Het snuit zo goed aan bij het onderwerp waar wij het over hebben. En dat heet Groter dan ik. Ja. Ga je gang. Dank je wel. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En niks stiek in de tuin, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En niks stiek in de tuin, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. Het is 2020 alweer en we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet deert, ik drink nog een drankje. Stop het leven, de klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan zullen beven, de aarde zal bloeden. Wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Ik wil een toekomst, ik wil een kind, ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van echt schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht en kan anders. Ik weet dat het kan met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld zat in de fik en ik zou het willen plussen, maar het vuur is groter dan ik. Niks tik in, de tuin tik in, tijd tik maar door. Happy New Year. De wereld zat in de fik en ik zou het willen plussen, maar het vuur is groter dan ik. Ik stik in, de tuin tik in, de tijd tik maar door. Groter dan ik. Maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Het is kloten, maar laten we hopen op dat we het redden. Het horten en stoten, dat we gaan praten, vooral met elkaar. Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar. Dat we iets doen, echt doen, hoor. Want daar heb je poen voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn schoen voor. Ik wil een verhaal, niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien in 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En niks te kinderen, taan, te kinderen, tijd, tik maar door. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En niks te kinderen, taan, te kinderen, tijd, tik maar door. En sluit je ogen ervoor. Dankjewel, vrouwtje. Tot straks. Tot straks. Ja, mooi. We gaan door met het volgende onderwerp. Er zitten weer twee nieuwe heren aan tafel. Michel Scholten. Welkom, Michel. En Tom Schelten. Ja, ook welkom. En dit is de introductie voor deze nieuwe rubriek. En daar gaan we nu even kort naar kijken. Heet namelijk energietransitie in de praktijk. En dat is waar we het over gaan hebben. Jullie zijn allebei ondernemer. Totaal verschillend soort ondernemer, als ik dat mag zeggen. Maar daar gaan we het over hebben. Misschien zijn er wel heel veel overeenkomsten. Tom Schelten, jij bent van het bedrijf Lightyear. Klopt.
Ik zei het gisteren tegen iemand, van, dat is eigenlijk het duurzame zusje van Tesla. Duurzamer dan Tesla, ja zeker. Ja. Veel duurzamer zelfs nog. Ja. Ja. Kan je, kijk, laten we eerst even, want we hebben een filmpje van jouw bedrijf. Ja. Van het bedrijf waar jij werkt. Ik weet niet of jouw bedrijf is. Niet mijn bedrijf, we hebben heel veel aandeelhouders. Dus we, zijn niet, we geloven niet in het systeem dat één iemand alle macht moet hebben. Maar dat filmpje wat we hebben, dat zegt wel heel veel over waar jij mee bezig bent. Ik hoop het. Dus laten we even naar het filmpje kijken. Corporate filmpje. Snel filmpje. Een snel filmpje, ja. Hoe is het zo gekomen? Want jullie zijn... Dit bedrijf komt voort uit de TU Eindhoven, als ik me niet vergis. Klopt. Ja, ja. We zijn begonnen vanuit de World Solar Challenges. Misschien jullie wel bekend. Dat is een wedstrijd waar Nederland al 20 jaar lang wereldkampioen in wordt. Dus vanaf 2001 doet Delft al mee met die platte auto's. En ik was zelf teammanager in 14 en 15. Toen hebben wij meegedaan met een gezinsauto. En ook wereldkampioen geworden. En in Eindhoven zijn we een beetje wat anders dan de rest. En zijn we dus gezinsauto's gaan bouwen op zonne-energie. Wat betekent wereldkampioen eigenlijk in deze? Is dat zo zuinig mogelijk te rijden of niet? Dus dat je zo zuinig mogelijk aankomt van Darwin Adelaide. Dus je hebt Australië, 3000 kilometer door de woestijn rijden dan. Je moet zo snel mogelijk aankomen. Maar je moet ook zo min mogelijk energie verbruiken. Zoveel mogelijk personen meenemen. En heel praktisch zijn. Dus je auto moet ook allemaal mooie features hebben. En die combinatie zorgt ervoor dat je wereldkampioen kan worden. En wij zijn dus 4 keer achter elkaar in Eindhoven wereldkampioen geworden. En wereldkampioen betekent letterlijk beste van de wereld. Dat is gewoon de definitie van een wereldkampioen. Dus wat dat betekent, als je de beste van de wereld bent, dat je een hele goede technologie hebt. En op basis daarvan zijn we in 2016 begonnen met Lightyear. Gewoon vanuit de filosofie, niemand doet het. En wij waren echt versteld. We reden in 2015, zaten we in de auto. We reden 70 km per uur in het midden van Australië. En op dat moment verbruikte de auto meer energie op dan dat hij verbruikte. En wij dachten eerst dat het een technische fout was. Want wij dachten, er zal iets mis zijn, want de batterij gaat niet leeg. Maar wij waren 70 km per uur aan het rijden, 4 personen in de auto. En de auto werkt meer op dan hij verbruikt. En dan kan je verzekeren, als je dat ooit mee hebt gemaakt, dan geloof je 100% dat dit kan. En dan heb je heel veel mensen om. En dat was het begin voor ons. Dat is het zaadje natuurlijk, waar het start. En dat is nu uitgegroeid tot Lightyear. En we zijn nog steeds heel erg aan het begin, want we hebben nog geen auto uitgeleverd. We zijn nog bezig om de ontwikkeling te doen. En we gaan volgend jaar de eerste auto uitleveren. Dus we zitten aan het begin van de hockeystick en die is gigantisch. Want uiteindelijk lossen wij het complete laadprobleem op van alle elektrische voertuigen. Want met de Lightyear hoef je straks niet meer op te laden. Ja, ik vind het toch bizar wat jullie gewoon in 5 jaar hebben klaargebokst. Want ik ben er misschien een beetje biased, want ik ben fan. Maar ja, dat jullie gewoon zoiets bijzonders en ook zoiets echt radicaal anders dan wat de rest doet. Gewoon op de markt zetten in 5 jaar. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Ja, het is wel uitdagend. Maar het lukt wel. En we hadden het net over toevallig achter de coulissen ook. Het gaat alles begint en eindigt met ambitie. Je moet gewoon je hebt een droom, je denkt dat het kan. We hebben natuurlijk wel een voorsprong. Hè, want Nederland is dus vanaf 2001 al de beste.
Wat dat inhoudt is dat je 20 jaar lang al ontwikkeling hebt op alle universiteiten in Nederland. Delft, alle technische universiteiten, Delft, Eindhoven, Twente en ook... Waarom hebben al die anderen dat nooit bedacht om daar wat mee te gaan doen? Ja, waarom heeft Steve Jobs Apple opgericht? En waarom niet jij? Ja, ik weet niet, Marcel. Dat is een hele goede vraag. Ik weet niet. Maar dat begint zo. Ja, dat zal elke ondernemer herkennen. Op een gegeven moment zie je een probleem, denk je van dit, hier hebben we een oplossing voor. En je start gewoon en laat staan, hè, we zijn er nog niet. Dus we zijn nog midden in de journey. We hebben gigantisch veel investeringen nodig om uiteindelijk te komen waar we willen komen. Maar de ambitie is er, de techniek is er, dat hebben we laten zien. Die werkt gewoon. Nu is het een kwestie van opschalen. Zorgen ervoor dat we uiteindelijk nog veel goedkoper model gaan bouwen. Ja. Daar zijn we nu al mee bezig. Want dat eerste model, ik begreep dat dat volgend jaar in productie komt. Ja. En waar moet ik dan aan denken qua kosten? Ja, dan zit je nu aan een verkoopprijs van ongeveer 150.000 euro. 150.000? Ja, ja. Wat een maar jullie willen toewerken naar lager bedragen, lagere bedragen, zag ik. Waar wil je naartoe? Ja, we mikken op 30.000, 35.000 euro moet zo'n model gaan kosten. En dat kan als je opschaalt. Ik bedoel, als je naar alle radicale technologieën kijkt, ook de telefoon en de iPad die hier voor je ligt, die was 20 jaar geleden was die onbetaalbaar. Ik bedoel, daar betaalde je ook miljoenen voor zo'n ding. Maar als je dat gaat opschalen en je gaat daar een supply chain voor opbouwen, je gaat daar een keten voor designen, en je krijgt grotere bedrijven mee, je krijgt de overheden mee, dan kan het heel hard gaan. En dan kan je in 10 jaar tijd van niks naar het meest gewaardeerde automerk ter wereld groeien. Zie Tesla. Ik bedoel, die is het gelukt. Dus waarom zouden wij het niet kunnen? Met hoeveel mensen zijn jullie nu? Nu 300. 300. Ja. En die auto wordt dan ook in Nederland geproduceerd? Ontworpen en alle IP's in Nederland. Alleen het is ons helaas niet gelukt om in Nederland te produceren op dit moment. We hebben gekozen voor Finland. Finland? Ja, en waarom daar? Productie. Ja, heeft ook met een doortastende overheid te maken die daar ons graag wilde hebben. De faciliteiten daar die waren al in place. Dus ze hadden al een batterijproductie daar. Ze hadden al een fabriek die elektrische auto's kon produceren, wat natuurlijk een groot voordeel is. In Nederland nog niet. Het is natuurlijk een klein volume, dus we hadden ook niet heel veel partijen die wilden zo'n klein volume produceren. En zij wel. Ja, ze waren op z'n Fins lekker doortastend. Dus je zegt al eigenlijk een beetje iets over wat de overheid, wat de Nederlandse overheid richting jullie uitte. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd, hoe worden jullie ontvangen bij andere bedrijven? Ik kan me zo voorstellen dat, we noemden net al even Tesla, maar ook heel veel andere autobedrijven die natuurlijk nu bezig zijn met die elektrificatie van hun auto's, jullie zien als concurrent? Of word je wel echt warm ontvangen en zeggen mensen eigenlijk vooral van we willen met jullie mee en jullie ondersteunen? Ja, er is wel echt een shift gaande. Dus 5 jaar geleden, toen waren we letterlijk met 10 man. Dan zit je rondom de keukentafel. Dan word je natuurlijk niet serieus genomen als je dan naar een Mercedes gaat. Maar nu we 300 mensen hebben, een fabriek hebben staan, de technologie gevalideerd is. We hebben een productielocatie nu in Venray waar we de zonnepanelen gaan produceren die op de auto liggen. Dan word je serieuzer genomen. En we merken ook wel dat de tijd aan het veranderen is. Ik bedoel, 5 jaar geleden zei iedereen nog, elektrisch rijden, dat gaat nog lang niet gebeuren. Er waren toen nog heel veel bedrijven die met waterstof bezig waren in auto's. Wat in principe ook niet heel erg slim is. Dus daar zijn ze ook achter gekomen. Voor degenen die dat misschien niet weten, waarom is dat niet slim? Ja, het is veel te inefficiënt. Dus uiteindelijk, het is veel te duur, 1. En 2, het is veel te inefficiënt. Als je gaat kijken, je kan 4 elektrische auto's rijden op 1 waterstofauto. Op dezelfde energie. Dus je moet 4 of 5 keer zoveel energie gaan opwekken om al die auto's te laten rijden. En dat is insane als je ziet hoeveel we nog moeten elektrificeren. Wij staan voor een mega, hadden we net over, een mega elektrificatieoptie. Toekomst. We moeten zoveel van olie en gas naar elektriciteit gaan, naar elektronen. Je hebt daar gigantische opslag voor nodig, je hebt de opwek voor nodig. Ja, dan moet je niet alle auto's op waterstof gaan laten rijden, wat nog 4 keer zoveel energie kost. Kun je veel beter voor batterijen kiezen die veel goedkoper zijn. En die veel harder gaan dalen in kosten. Dus wij kiezen nu voor batterijen. Overigens, Lightyear zou ook nog ooit op waterstof kunnen rijden. Mocht dat toch op een of andere manier doorheen komen. Voor ons maakt dat in wezen niet uit. Want voor ons gaat het om de efficiëntie. Dus zo min mogelijk energie gebruiken met het rijden. Daardoor kun je heel veel energie opwekken. Mm-hmm. Dus eigenlijk heel weinig energie verbruiken is een beetje de key. Meer doen met minder, volgens mij hebben we dat nodig. Ja, ja. Want Werner noemde het net al eventjes in zijn keynote speech, maar we moeten natuurlijk ook inzetten op die gedragsverandering. Hoe staan jullie daarin als toch wel autofabrikant? Ja. Uiteindelijk moeten we natuurlijk, denk ik in ieder geval, ook minder gaan rijden. Hoe positioneren jullie je daarin? Ja, het is wel grappig. Als je dus kijkt naar de historie, dan heb je het echt over heel lang geleden, prehistorie. Mensen reizen eigenlijk altijd per dag een uur. Dus of je nou een uur aan het lopen bent, of je dan een uur aan het fietsen bent, of een uur aan het rijden bent, of een uur aan het vliegen bent.
die constante blijft. We gaan meer afstanden verbruggen, maar we blijven altijd een uur reizen. Dus er zit een soort intrinsieke reisbehoefte in de mens. Van we willen gewoon onderweg zijn, we willen elkaar ontmoeten, we willen ergens naartoe. Dus ik denk dat dat blijft. Ja, uiteindelijk moet je inderdaad dat wel op een duurzame manier doen. En dan is denk ik een auto hebben niet per se de manier. Zeker als je straks autonome auto's krijgt die er hoe dan ook gaan komen. Of dat nou volgens Elon Musk al dit jaar is of over 3, 4, 5 jaar, dat moeten we nog zien. Maar die gaan er sowieso komen. En dan verandert ons beeld van mobiliteit compleet. Want dan heb je geen auto meer. Dan kun je gewoon instappen en dan rij je ergens naartoe. Dus dat zit er wel aan te komen. Maar ik denk niet echt dat die uur gaat veranderen. Want dat is 10.000 jaar geleden ook niet veranderd. Dus dat uurtje zal wel blijven. Sommige mensen rijden natuurlijk meer. Maar gemiddeld is het een uur. Dus dat zal wel blijven, denk ik. Maar ik denk wel dat we meer naar delen gaan, inderdaad. Ja, dat werkt gewoon ook prima nu. Ja. Jij bent met jouw ondernemerschap de wereld aan het veranderen, Tom. Proberen. Ja. Dat is jouw buurman ook, Michel. Ja, zeker. Scholte. Michel, jij bent in januari van dit jaar gekozen tot minister van de Nieuwe Economie. Ja. Bij MVO Nederland. Wat houdt dat in en waarom jij? Er was een competitie vanuit MVO Nederland. Dat is een platform voor duurzame bedrijven. Er zijn zo'n 2000 bedrijven bij aangesloten. En ze hebben in de context van de toenmalige verkiezingen... onder mensen, daar hebben 210 mensen meegedaan, een wedstrijd uitgeschreven. En ik heb daar met 16.500, of er waren 16.500 stemmen uitgebracht en ik heb daar uiteindelijk gewonnen. Oké. Okay. En ik ben een beetje de aanjager, hoop ik, te zijn van de nieuwe economie. Ik noem het meer radicaal ondernemerschap. Maar ook het aanwijzen van wat is nou oude economie. Want ik denk, daar gaat het toch heel erg mis in Nederland. Dat we vol inzetten op 50 tinten grijs. Dat is gewoon een zinkende modderschuit van oud denken. Dat rendeert op de horizon van totdat Ben van Beurden met pensioen gaat. Maar dat heeft niks te maken met echt ondernemerschap. Dat gaat niet over 80 jaar, dat gaat misschien over 10 jaar. En dat is een totale vernietiging van financieel kapitaal, intellectueel kapitaal, geproduceerd kapitaal. En we zalen zo de kinderen en de jonge mensen in Nederland niet alleen op met een gigantische klimaatcrisis, een natuurcrisis, een sociaal-economische crisis, maar ook gewoon met een financiële, crisis, want heel veel van die soort van 50 tinten grijs oplossingen, waar overigens ABN ook vuistdiep in zit, die zijn ook nog eens peperduur. Dat gaat allemaal ten koste van echt ondernemerschap. Waarom moet er 2 miljard euro naar portals en waarom gaat dat niet naar de nieuwste technologie accu's? Waarom kon daar niet die fabriek in Nederland komen? Waarom gaat dat naar Finland? Waarom worden dat soort investeringsbeslissingen gemaakt? Ja. Daar probeer ik me echt voor in te zetten. En, zoals je misschien merkt, ik maak me natuurlijk ook wel hard voor en ook wel enigszins gefrustreerd over. Hoe denk je dat we daar kunnen komen? Hè? Want ik ben het helemaal met je eens. Die financieringsbeslissingen die we nu maken, die zijn eigenlijk heel... 1 plus 1 is niet 2. Zeg maar, waarom zou je nu nog geld stoppen in die oude economie als je weet dat we naar de tegenovergestelde kant op moeten? Maar wat denk jij dat... Wat moet er gebeuren om die boodschap door te laten dringen? Ten eerste, breken met wat oude economie is. En dus ik denk het begint met de investeringshorizon naar 80 jaar zetten en die verdomde disconto voet. En dat je de toekomstige rendements, ook financiële rendementsverwachting, dat je die vermindert. En dat je eigenlijk, want dan houdt eigenlijk elke investering die meer dan 10 jaar of 20 jaar duurt, die verdampt gewoon in waarde. Omdat je eigenlijk zegt van de toekomstige waarde van een investeringspropositie, die is eigenlijk niks waard. Ja, dus Nederland heeft een veel te korte investeringshorizon. En dan lijkt het in één keer financieel rendabel om al die duizenden kilometers leidingen onder de grond of dat soort, wat ik zeg, 25 20 grijze oplossingen. Dan lijkt dat heel rendabel. Maar op 80 jaar is het gewoon stupide. En ook vanuit een soort concurrentieoverweging. We maken onszelf echt een sushi-hapje voor Chinese en Amerikaanse investeerders. Wat de consequentie is van dat korte termijn, relatief korte termijn denken, is bijvoorbeeld 85% van de grote grote zonneparken is in buitenlandse handen. Alle grote energiemaatschappijen in Nederland zijn in buitenlandse handen. Dit soort voorbeelden, dat er een bedrijf waar we in Nederland miljoenen, zo niet miljarden in hebben geïnvesteerd om inderdaad die intellectuele infrastructuur op te bouwen, waardoor dit soort topstudenten ontstaan en dat we op die manier de wereld kunnen ontstijgen, waarin Amerika en Elon Musk in 10 jaar honderden miljoenen mag verbranden, verlies mag maken en uiteindelijk in de beurs komt en wereld overneemt. Hebben wij hier de miljarden over voor subsidies voor nog notabene buitenlandse bedrijven en gaan echte ondernemers, die krijgen de kruimels.
En dat is ik, het probleem. Ik onderbreek je heel even, Michel. Want ja, dat radicale, dat snap ik nu. In jouw verhaal. Maar toch, als ik jou opzoek op... ik heb even zitten googelen. Dan zeg jij van, ik ben eigenlijk een constructief radicaal. Ja, constructief. Dat radicale, nogmaals, dat kan ik nu heel goed plaatsen in ja. Wat je zegt. Waar zit dat constructief in? In het feit dat ik het heb over ondernemen. Ik ben zelf ondernemer. Ik heb zelf meer dan 50 mensen op de loonlijst. Wij werken over de hele wereld voor de grootste financiële instellingen wereldwijd. We hebben al van zo'n 2500 beursgenoteerde bedrijven de stranded assets geanalyseerd. En wij lezen dus puur op basis van de meest vooraanstaande wetenschappelijke bronnen uit dat een Shell, ja, dat is gewoon verdampt aan assets. Het is iets wat wij al lang zagen aankomen dat er tientallen miljarden zijn afgeschreven op die balans. En wat ik zeg, het kan renderen als je het nog in 10, 20 jaar moet berekenen, de business case. Maar op 80 jaar is het gewoon niet slim om in dat soort bedrijven te investeren. Maar laat me even een heel, ik noem het bijna obsceen voorbeeld noemen. Wat er in 2018 geloof ik nog aan Ben van Beurden aan topinkomen ging. Dat is geloof ik zo'n opgeteld 20 miljoen euro per jaar. Mm-hmm. Wat er aan financieel aan één persoon wordt uitgekeerd. Voor 20 miljoen euro kan ik honderden mensen toptalent aantrekken om met echt radicaal nieuwe economie bezig te zijn. En wat bedoel ik met nieuwe economie? Dan heb ik het over economische activiteiten. Hè? Werk, ondernemerschap, technologie en innovatie zonder maatschappelijke kosten. Niet alleen op het klimaat, hè, want dat is natuurlijk één dimensie en helaas niet de enige, maar ook gewoon fijnstof. Hè? In Nederland gaan er dus echt tussen 10.000 en 20.000 mensen per jaar vervroegd de dood in door fijnstof. En dat komt door al die verbranding die we met elkaar in al die motoren onder meer veroorzaken. Maar ook, wat dacht je van het soort van de financieel-economische gelijkheid? Wat denk je wat eigenlijk de grondoorzaak is van al die rellen die we om ons heen hebben? En die erosie van de sociale cohesie, de relaties die we hebben. Dat is voor een heel groot deel dat we financieel-economisch gewoon in toenemende mate ongelijk zijn. We hebben geen angels, we hebben te weinig Rijnlandse modellen waar, in bedrijven waar je eigenlijk de balans tussen wat het gemiddelde inkomen, het laagste inkomen in een bedrijf en het topinkomen is, die is eigenlijk uit het lood geslagen. We hebben te veel verschil tussen top en de bodem. Het zijn Anglo-Saxische bedrijven. Heel veel van onze bedrijven staan nu extreem onder druk door allerlei activistische aandeelhouders, omdat we ze allemaal in een beurs, noem het keurslijf hebben gestopt, waar het uiteindelijk gaat om financieel rendementsmaximalisatie voor aandeelhouders in plaats van voor het rendement voor alle stakeholders, werknemers, kleine leveranciers, freelancers, de gemeenschap in bredere zin, de natuur en ook alle kapitalen. Niet alleen het financiële, maar ook het sociale, menselijke, natuurlijke, geproduceerde en intellectuele kapitaal. Okay. Ik heb nog één vraag vanuit het publiek. Dus misschien nog één vraag om leuk om te doen. Dus hij is voor Tom. We hebben in Nederland een beetje, we lopen een beetje tegen een laadprobleem op. De Lightyear kan heel ver rijden volgens mij, ook zonder hem op te laden. Maar af en toe moet hij toch even, de stekker moet erin. Blijft dat laadprobleem niet als de Lightyear ook nog moet worden opgeladen? Zeker in bijvoorbeeld hier in Nederland in de wintermaanden. Hoe lossen jullie dat op? Ja, je moet hem nog steeds opladen. Dus het is niet zo dat je, kijk, hier met die zonne-energie, de Lightyear One werk je ongeveer 8000 kilometer op per jaar in Nederland. Bij normaal gebruik, dus dan ga je niet expres in de zon staan, maar gewoon bij normaal gebruik. Dat is ongeveer de helft van wat een Nederlander rijdt, gemiddeld. Dus dan heb je ongeveer nog 8000 kilometer wat je oplaadt. Maar het mooie is, een elektrische auto, onze elektrische auto is heel efficiënt. Dus je gebruikt heel weinig elektriciteit per kilometer. Als je gaat opladen, dan laad je op een aantal kilometer per elektriciteitshoeveelheid. Dus als je efficiënter bent, als je twee keer zo weinig verbruikt, dan laad je ook twee keer zo snel op. Dus daarmee ben je dus eigenlijk ook sneller aan het opladen. En het leuke is dus met zo'n Lightyear, laad je net zo snel op een stopcontact als een normale elektrische auto op een laadpaal. Dus je verandert met een zonneauto eigenlijk ook iedere laadpaal in een stopcontact. En dat is echt omdenken, want ja, tanken, dat doe je gewoon in 2 minuten. Maakt niet uit of je nou een Polo rijdt of een dikke Hummer. Dat gaat net zo snel. Maar opladen van een elektrische auto heeft wel degelijk met efficiëntie te maken. Dus dat lossen we op door eigenlijk ieder stopcontact te veranderen in een laadpaal, basically. En daardoor kun je dus veel sneller schalen. Overigens, ik ben het volledig met jou eens. Als we het over het verhaal hebben van de nieuwe economie, dan hebben we nog wat te leren. Zeker als wij naar ons bedrijf kijken, dan is het gewoon doodzonde dat we enorm veel effort en moeite moeten steken in het ophalen van funding. Terwijl je ziet in Amerika bedrijven ontstaan die binnen 5 jaar gewoon multi-billion dollar companies worden.
En dat misschien gebaseerd op Anglo-Saxisch model. Wij proberen bij Lightyear meer een model te creëren waarbij medewerkers nu ook al zeg maar, ja, meedoen in het bedrijf. Dus iedereen is eigenaar van Lightyear, zeg maar. Niet alleen maar een aantal mensen. Dus we proberen dat wel op die manier te stimuleren. Maar ik merk wel dat het, ja, toch het kleine denken in Nederland is echt heel erg gevaarlijk. Als je het hebt over mega transitieopgaves. Ook voor EBN, waar jullie nog... Ja, ik sta liever in de schoenen van Lightyear dan in de schoenen van EBN. Als ik kijk naar de uitdaging die je hebt om die transitie in te gaan. Ja. Is een gigantische uitdaging. Ja, ik moet wel zeggen, laten we even één correctie. Het is kruimels voor de... nieuwe economie en de taart voor de oude economie. Dus het grote denken dat is voorbehouden aan de Shells en de Exxons en de RWE's. Ja, oké. Gezien de tijd. Dat is heel jammer, hè, dit soort dingen. Want ik vind het ontzettend interessant. Ik wil heel graag van EBN ook horen. En ik ben ook heel erg in verwarring. maar ik heb nog een laatste vraag voor jullie. Korte vraag en graag een heel kort antwoord. Wat hopen jullie in 2030 te hebben bereikt? Tom, met jou te beginnen. Nou, dan hebben we er uiteraard een Lightyear mee, die we met z'n allen kunnen betalen. Dus waar je niet miljonair hoeft te zijn om te rijden. Dus wij willen zo snel mogelijk naar een auto voor de gewone mens, zeg maar. Gewoon waar je in kan rijden. En liever nog een auto waar ik dus niet in hoef te sturen. Ja. Dus dat ik gewoon aankom rijden en ik boek hem en hij gaat weer weg. En daarna pakt Michel hem en die rijdt dan door, zeg maar. Of jij pakt hem. En, ja. Dus daar staan we in 2030. Dus, mooi. Ja, over Michel, 2030. Zegt die... tussen de 1000 en 1500 gas- en olieputten dicht met cement voorgoed. Dat is denk ik één ding heel concreet. En verder voor elk product een echte prijs, zonder sociale milieukosten. Voor elk bedrijf een maatschappelijke jaarrekening... waar alle impacts zijn meegenomen en ook slim beleid... zodat daar ook op wordt gestuurd. Oké, dankjewel. Jullie, dank voor dit gesprek. Het was veel te kort, nogmaals. Maar wellicht gaan we dat nog een jaar over. We blijven nog wel even napraten. Ja, dat doen we. En we gaan weer terug naar Vrouwtje. Die zit al te wachten op haar kruk. Vrouwtje, tweede nummer wat je gaat spelen en zingen. Dat is jouw nieuwe nummer, heb ik begrepen. Dat heet Klopt. Een teken. Ja. Ga je gang. Oké, dankjewel. Licht in de badkamer, als ik dan toch leef het liefst samen. Waarom zou ik denken en niet delen? Ik wil kapot gaan en niet helen. Ik wil van iemand houden, tot we ons kapot vervelen. Ik wil weer diep in de put kijken. Ik denk dat ik best weer op mij lijk, want ik was het eigenlijk best kwijt. En dat constateer ik, ik verwijt het je niet, maar het is beter. Ook iets volmaakts moet soms breken. En oh, ik moet leren van de leegte. Dus ik moet je eigenlijk vergeten. Voor ik één word met ons tweeën, laat het me weten. Geef me een teken. Hoop in mijn woonkamer. Ik kan een hoop uit je hoofd halen. Ik ben toch niet mooi genoeg voor je. Vind je dat echt zegt vervroegd voor me? Laat me maar achter, voor ik te veel ga verwachten. En oh, ik moet leren van de leegte. Dus ik moet je eigenlijk vergeten. Voor ik één word met ons tweeën, laat het me weten. En oh, er hangt zwaarte om de avond. Omdat ik het vast veel mooier dan jij vond. Voor ik één word met ons tweeën, laat het me weten. Geef me een teken. Ik schaam me bijna dat ik jou niet kende, vrouwtje, want ik vind het echt heel erg mooi. Dankjewel. Ja.
Nou, tot zover, dames en heren, hier in het paard en ook achter het scherm. We zijn aan het eind van deze Transition Talks. Maar niet voordat ik gezegd heb dat dat energiepodium, waar ook EBN, maar ook andere partijen zich per januari aan verbonden heeft, in 2022 een aantal masterclasses gaat organiseren voor young professionals om met elkaar te komen tot de input voor COP27. Die is volgend jaar november in Egypte. Dus dat doet ons best deugd. Nogmaals hartelijk dank iedereen. Tot een volgende Transition Talks. En daarvoor al tot ons energieontbijt op 18 januari volgend jaar. Dank u wel.